drie. Acteur Bastiaan Ragas en tientallen kinderen verzamelden zich maandag in Amsterdam. Samen lanceerden ze OER, een nieuw initiatief van Natuurmonumenten. Met OER worden ouders en kinderen gestimuleerd om de natuur en buitenzijn te beleven. De kinderen brachten dat maandag gelijk in de praktijk. Zo konden ze bijvoorbeeld zelf voor windhaantjes spelen. Vonden jullie ervan? Leuk, heel erg. Je ziet dat de kinderen zich heel anders ontwikkelen als ze echt de gelegenheid krijgen om te spelen en zich vrij te voelen. En ik wil niet zeggen dat de kinderen van tegenwoordig zo weinig vrij zijn. Alleen we gaan er wel anders mee om als 10 jaar geleden of 20 jaar of 30 jaar geleden. En je weet dat als je ze naar buiten stuurt en je geeft ze de vrijheid en je leert ze zelfstandig te zijn, dat ze dat in de rest van hun leven ook echt helpt. Natuurmonumenten heeft bijna 80.000 hectare aan natuurgebieden. Er zijn meer dan 300 natuurgebieden en ik denk dat veel te weinig mensen dat weten. En OER is dus het jeugdprogramma voor de komende 10 jaar van Natuurmonumenten. En daarmee gaan wij kinderen, maar ook ouders helpen om weer die dingen te begrijpen die we vroeger als kind allemaal zo leuk vonden. En maar weer terug te vinden. Je was eerder gevliegd, hè? Nee. Nee? Ga nou! Geen kant erin. En hoe is dat nu? Kinderen die zich aanmelden krijgen elk jaargetijde een set kaarten en ander materiaal om mee de natuur in te gaan. Er staan ook heel veel dingen over hoe je iets kan maken of hoe het nou eenmaal werkt. Wat hebben jullie gemaakt? Een weerstation. Hoe werkt dat dan? Je moet hem ophangen en als hij dicht is dan gaat het regen en als hij open is dan wordt het mooi weer. OER gaat in de herfstvakantie van start.